calienta mi corazón y practicar. Vandaag nog in Antibari, studentenvereniging. Zo, Tim van Rijnen, 350 wedstrijden bij Olivia al in. Tim is ook natuurlijk bij Feyenoord, SC Feyenoord gespeeld. En een jaar bij TFGB, maar ja, dat telt niet, hè. Ik zie dat voor. Wel heel veel voetbal, hè? En de vaste supporters. En met deze bal staat ongeveer deel van de week. Brennen van der Graaf proberen Olivio op 1-0 te zetten. Brennen in de bal op de keeper van Anthony Barrias. En hij zo hard was het. Ik wens jullie allemaal een sportieve en deze wedstrijd toe. En kom zeker. Ja, gelijk gevaarlijk. Of niet? Wel corner. Onze corner specialist, Wessel. Boom! Oh, wat een redding! Ik ben benieuwd van die goal line technologie hier. Helaas is het niet zo snel als de VAR bij de Eredivisie, maar... This side of it, Acho, this side of it. Here we go, boys. Voorhand, boys, voorhand! Yeah, voorhand, voorhand! Voorhand! Boom! Aan Olivio zijde, Bob Ruikel, Prachtels en erin komt met nummer 10, Max Stuurman. Yeah.
is technisch, nummer 15. Keeper was goed bij. Ja, 350 wedstrijden, dat is niet de beste poging, maar goed. Wel een schot op doel. Goeie duel, maar wel stevig. Rust. 0-0. En zo gaan wij rustig met de stand 0-0. Kijk eens, staat terug. Goed verdedigd.
Oh, mooi. Oh! Vooruit, boys, vooruit. Corner. Oh, goed idee. Goed keep hier. Zo. Zo. Zo, Roet. Voorzitter, hè? Ja, hij speelt wel donderdag 7-7. Op zondag. En nog een keer. Mooi, Mark. Goed. Zo. Ryan took two down. Ha 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 ha!
Netjes. Hey, Martin. Liggen, dat is minder leuk. Oh, de grens had de hele tijd zijn vlag omhoog, blijkbaar. Ik begrijp niet hoe dat kan, maar. Scheids gelooft het wel. Buitenspel. Oh, wat een zootje. Ik vind het zo jammer met dit hele verhaal elke keer. Eigenlijk Frank op de grond. Misschien een pingel. Redelijk bal. Die was wel hands. Nou ja, misschien langs de lichaam. Officieel tijd is nu op. Ik kom zeker een aantal minuten bij, maar. Goed gekopt. Oh ja. Mooie poging. Dat is about it. Laatste kans hier, denk ik. Mooie bal. Ah, jammer. Okay, dit is zeker de allerlaatste kans hier. Hopelijk kans. Voor het doelpunt, maar. Ja! Niet te geloven! Wissel. Ja! Vooruit!
Had je gewoon. Ah, hij schijnt! Ja! De minuut er was, maar dit was zeker de laatste seconde van de laatste minuut. Ja. En zo wint Anita deze zwaar bevochte wedstrijd met 1-0 van de studenten uit Rotterdam Anti-Bavari. RDC 1-2. Mocht je de tweede paasdag niks te doen hebben, de 2-0. Dat is eerst Gerben. Fucking Henry Beltz heeft hij gemist. Ik ben een beetje brutaal.